Kijk, ik ben hier TV. Vandaag ben ik weer met een nieuwe aflevering van GTA 3. En ik heb de missie op ongeluk even snel gestart. Maar het maakt niet zo heel veel uit, want ik weet nu ongeveer hoe ik moet rijden. Om heel snel deze missie te kunnen halen. Althans, wat ik dus weet. Richting het hospitaal. Hospitaal. Ziekenhuis, ziekenboeg. Moet ik naartoe. Daarachter zit dus ergens het Rockstar Headquarters. Maar daar moet ik dus rechtsaf. En dan kom ik dus vanzelf onder de grond terecht. En via onder de grond moeten die mannetjes dus niet zitten. Volgens de wiki. Stond er als tip. Dus we gaan het nu zien. Dus ga ik even goed op mijn stoel zitten. Ik niet meteen van mijn stoel afvallen. Ik zie echt op het puntje van mijn stoel. Als het nu wel goed gaat. Moet hier ergens zijn. Of ben ik nou weer te ver? Wacht even, hier. Ik krijg er gewoon weer bijna voorbij. Hier is dat. Garbage truck. Not needed. Supply truck. Move. With my vehicle. Drive through. En dan was het deze kant. Kijk, hier zit dus helemaal geen één mannetje. Dat is zoveel chiller. Even uitstappen. Even een ander autootje pakken. Hoppa, daar gaan we dan. Further in our new car. Doen echt een crimineel ook. Gewoon snel van auto wisselen. Zou je naar brand steken en dan weer verder. Als afleidingsmanoeuvre. En om hun eigen ideeën, eigen bewijs uit te vegen. Want vingerafdrukken verbranden dan ook gewoon. There's nothing on the hand anymore. Zo, mooie glitches. Voem, voem. Godsamme, wijkt die politieagent uit? Kijk, ik politie. Dat iemand anders uitwijkt. Nog even één kogel en ik ben gewoon. Auto gewoon weer boom. Dus ik moet alweer een andere auto jatten. Een andere random politie. Gastje. Niet bij gaan liggen, jij. Zo lui ben je toch niet? Als dat busje nou zo was achter het begin. Dat is echt zo super chill geweest. Maar door dat busje ben ik waarschijnlijk gewoon te laat op mijn bestemming. En nooit een busje gewoon lekker blijft staan. Oké, wacht even. Ik kan het nog net halen. Of gewoon nog echt net. Ik moest hier stoppen. Haal ik nu dus net niet. Dat is pretty scheisse. Wat is dit? Oh. Remove wanted star. Nou oké, we gaan gewoon nog een poging doen. Toot toot. Ik heb een toot toot. Ik heb een toot toot. Oh. Ik heb een toot toot. Ik heb een toot toot. Op mijn auto. En we moeten wachten. Nou, jongens, wie er nog een leuke mop? Ik niet. In ieder geval. Ben ik heel eerlijk in. Kijk, ik ga er weer naar beneden. Heel eventjes nog. Wait a minute. Wait a second. Een kaart geven. Dat moet je vooral in Nederland doen. Gewoon die brug als schans gebruiken. Ik vind het ook heel erg leuk. Je alleen geen cent uitgeeft van je verzekering. Maar je hebt wel iets leuks te vertellen op je verjaardag. Hoe achterlijk dom je bent geweest en hoe je zieke stunt je hebt uitgehaald. Wow. Not my car anymore. I want your car now. Doet doet. Maar nu weet ik precies welke weg ik allemaal moet hebben.
Alleen die auto wil ik graag even snel hebben. Dus jij wil even stoppen. Waarom schrijft die auto er tegenaan? Slaat nergens op. Wat een bullshit. Kunnen mensen nou echt niet meer zo goed rijden? Zullen mensen toch gelijk hebben? Ik heb echt geen flauw idee. Op, missie triggeren. Marked man. Deze kant heel snel weer op. En het eindstijgen. Jongens, jullie lopen allemaal voor mijn auto langs. Wat denk je nou zelf dan? Stelletje. Verlapt rollen. Oké, ik ga gewoon gas geven. Nergens tegenaan rijden. En deze missie halen. Dat is de goal. Voor vandaag. We zijn weer 30 seconden onderweg. En nu pas een crash. Deze crash heeft alweer wat heel veel tijd gekost. En mijn auto rookt. Dat is vaak een heel slecht teken. Iets voorzichtiger rijden, want hier rijden meestal niet zoveel heel veel dure auto's. Er waren heel weinig auto's. En onder de grond rijden heel wat. Maar de bedoeling is om dus niet te gaan crashen. Dat is het hele idee. Dat crashen kost echt enorm veel tijd. Hé, hey, onze eerste obstakels. Ik wil best wel heel graag even een auto wisselen, maar het kost alleen zoveel tijd. Want ik vertrouw deze auto niet zo 1, 2, 3. Ik heb in één kogel van daarboven en de hele zooi is weer opgeblazen. Andere auto jatten. Godsamme, ga dan niet in de weg staan. Vuile poepzak. Oké, daar gaan we weer. Gas geven. Een iets betere auto. Eigenlijk hetzelfde model, maar ook dezelfde kleur weet ik toch niet eens. Maar met iets meer held. Het andere was gewoon bijna boom. Airport. Deze kant op. En nou blijft ze goed als een undercover. Want die brug is levensgevaarlijk. Als ik daar naartoe ga, is hij gewoon dead. Eigenlijk. Dus wat gaan we doen? Ik zei nergens tegenaan rijden, wat doe ik weer? Ergens tegenaan rijden. Zo, we hebben een paar schoten. En hier moet ik ergens zijn. Here's a key to a lock-up. Yo, hij gaat weg. Hij gaat dus vliegen. Ik weet niet met de boot gaan, ik heb minder controle. Oké. Okay. Ja, wil je onder de grond gaan of niet? Ik heb zo'n gevoel dat het wel veiliger is. Maar ook die zijn eigenlijk allemaal weg. Sorry, ik heb niks gezegd. Ze staan er nog. Dus het is niet zo heel erg veilig om te gaan doen. Jongen. Waarom voeg je nou naar mij toe? En goed, die ga je gewoon niet aan de kant. Wat realistisch is. En waarom kom jij in één keer random? Weer random AI af en toe. Zo annoying. Hier tussendoor. Zo. Nou was het. Die kant trouwens. Niet die andere kant. Als voor mij hier zo meteen weer een keertje af. Zullen we ergens bij de headquarters uit. Hé, staat mijn oude auto nog. Lol. Tuut. Dus nou zit er helemaal geen tijd meer op. Dat is op zich best wel heel fijn. De druk is wel van de ketel nu. Nou, Leon dat rijdt voor geen 1 meter. Misschien leuk om achterin te zitten, maar nee, niet voor dit soort missies. Ik wil wel een andere auto hebben. Ook weer een beetje zo'n snelle.
Die bevallen me altijd wel. Zoals deze hier ook. Ander kleurtje, hetzelfde soort model. Maar ze zijn alleen nog net een tikje sneller. Dus let's go. Oké, we gaan hier dus links. Gaan we nog een keer links. Vul op die brug mijden. Gaan we zo meteen nog een keer links. Want deze klootzak hier schiet het toch niet zo heel erg raak. Dus dat scheelt wel weer heel veel geëtter. Zoals we zien, de schiet het precies één keertje raak. Of helemaal niet. We zijn een keer lief vandaag. What happened? Gaan we hier naartoe. Wow. Rustig aan, jongens. Kijk. Dit zijn echte cars. Mission passed. Ik wist wel dat ik het kon. Nou, zo meteen het even doen. We hebben dus weer een missie afgerond eigenlijk. Hoeveel missies zijn er eigenlijk nog? Stats. Nou, gaan we even kijken. Kijk, missions passed. Bijna klaar. Uit totaal nog niet, maar... Dan gaan we even naar D. Dan is die missie ook meteen klaar. Het is echt gewoon een testmissie geweest waarschijnlijk. Wel, joh, we hebben ook een hele simpele missie. Laat die meteen als testmissie gebruiken. Nou, laten we eens zien dan wat er gaat gebeuren. Hop. You gotta stop here. Is er nou nog voor wapen? Oh, dat is een flamethrower. Nice. Loves disappear. Nou, die zetten ze ook meteen weer gehaald. Maar in ieder geval, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg.